Hallo? Jij daar? Kom eens mee. Om de hoek. Hier. Om de hoek. Boe! Haha. Nu deed ik jullie schrik, hè? Welkom terug, mensen. Ik ben Willentree en vandaag weer een nieuwe aflevering van de Let's Play serie van de nieuwe update in de Bedrock. Klinkt een heel lange titel. Want ja, we spelen namelijk Minecraft Bedrock en de nieuwste update natuurlijk is nog altijd de Village and Pillage update. Ik heb al een aantal dagen geen filmpje meer gemaakt van deze serie. Ik heb het namelijk ook heel druk gehad. Zowel privé als met andere dingen ook. Ik ben namelijk ook een modpack aan het maken. Ben ik nog altijd mee bezig ook. Ben er al even mee bezig. En die modpack is voor de Java-versie wel. Want eigenlijk speel ik gewoonlijk altijd de Java-versie. Maar ja, ik dacht nu voor die nieuwe Village and Pillage-update, ik doe een keer gek en laat ons gewoon dan de Bedrock-versie spelen. Of ja, in mijn geval de Windows 10-versie. Sommigen van jullie spelen dit waarschijnlijk op de Xbox. En ik speel dus dit gewoon op de PC, maar dat is natuurlijk dezelfde versie. Dus ja, bovendien speel ik eigenlijk normaal gezien vooral de Java-versie, omdat je dan allerlei mods hebt. En ja, het maakt het spel interessanter. En ik ben dus momenteel ook nog druk bezig met mijn modpack te maken. Ik heb nog geen naam ervoor gevonden, maar het gaat eigenlijk vooral rond, ja, zo realistisch mogelijk en technologie. Ik weet niet of dat jullie de mod kennen, maar voor degenen die het niet kennen, je kan het eens opzoeken. Namelijk, het hele modpack zal er om draaien rond de mod Immersive Engineering. En dat is een mod die voegt eigenlijk realistische machines toe. Dus echt van die niet zo van één blokje groot, maar echt een multi-blok machine. Zoals windmolens en watermolens, een dieselgenerator, een fermenteermachine, een bouwmachine, allerlei machines. En daar gaat eigenlijk alles rond draaien. Ook een enorme graafmachine dat eigenlijk erts uit de grond haalt. En hij haalt het niet echt fysiek uit de grond, dus er hoeft eigenlijk in de grond fysiek geen erts te zitten, maar hij haalt het er toch uit. Dus, en je kan het dan ook instellen dat het oneindig gewoon eruit wordt gehaald. Dus eigenlijk, je kan dan eigenlijk oneindig veel ijzererts bijvoorbeeld uit de grond halen. Nu, dat is natuurlijk niet overpowered, hè, want je zal zeggen, oh, maar oneindig, hè, dan is dat wel overpowered? Nee, want de machine werkt ook traag. En hij gaat maar zo af en toe eens een erts eruit halen. En bovendien is er ook een configuratiebestand waar je al die dingen kan aan aanpassen. Hoeveel stroom dat verbruikt en zo. Want ja, uiteindelijk moet je je eigen energie opwekken ook. Dat kan je ook op verschillende manieren doen. Onder andere begin je waarschijnlijk met een watermolen of een windmolen. Maar er zijn nog verschillende andere manieren waarmee dat je energie kan opwekken. En dat is eigenlijk zo een beetje waarmee ik bezig ben. Dus ik probeer een mooie modpack te maken die zo realistisch mogelijk is. En vooral eigenlijk kijk ik er naar uit om een server op te zetten daarvoor. En wat is nou de bedoeling dan? Ja, er zijn bepaalde grondstoffen in Minecraft die zijn ja, niet onbeperkt, hè. Gelijk klei bijvoorbeeld, hè. Dus
Ja, je vindt dat wel in de wereld, maar eens dat je dat allemaal hebt weggegraven, dan ja, het is niet dat dat opnieuw groeit, zoals bomen natuurlijk. Dus en gelijk diamant, dat is schaars. En ja, je kan dat niet, als het op is, is het op gewoon. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer, want je hebt dan van die mooie cijfers eigenlijk, waar veel mensen op spelen. En bezop, dat zijn zeer goede cijfers ook. Zeker niks slecht over te zeggen. Maar ja, op den duur wegen zijn die cijfers gewoon, ja, alles is daar leeggegraven en weggegraven. En dan zijn de server-eigenaars al op een of andere manier genoodzaakt om de mensen op een of andere manier dan spullen te moeten geven. Dus noten een soort van server-shop en zo. En dat wil ik eigenlijk proberen zoveel mogelijk te vermijden. Ik zou eigenlijk dan willen dat er op een of andere manier toch alles verkrijgbaar is door er ook effectief iets voor te doen. Onder andere zo dat graafmachine kan dan eigenlijk zo die spullen opgraven. Natuurlijk is het zo dat het per chunk is. En een chunk is 16 blokjes op 16 blokjes breed en lang. En de volledige hoogte en ja, de volledige hoogte eigenlijk. Dat is een chunk. En je moet eigenlijk eerst een soort van grondstaal nemen. En als je die grondstaal hebt genomen, dan kan je zien of dat daar iets van erts in zit, of bijvoorbeeld water, lava, olie. En als daar effectief dan iets in zit, dan kan je daar zo een graafmachine op zetten. En dan gaat die ook dat specifiek materiaal daar uitgraven. Het is dus niet dat jij dus gelijkwaardige machine kan zetten en dat je automatisch alle grondstoffen uit de grond haalt. Nee. De bepaalde grondstoffen ga je alleen maar in bepaalde chunks vinden. En het is eigenlijk aan jou dan om te zoeken waar dat je welke materialen kan vinden in de chunks. En het is natuurlijk ook zo, als ik zo'n modpack maak, kan ik dan ook nog allerlei dingen aan toevoegen. En dan kan ik bijvoorbeeld ook toevoegen dat je bijvoorbeeld stenen kan opgraven en zand. Want zand is heel belangrijk bijvoorbeeld. Dat is, ja, dat kan ook gewoon opgeraken. Maar heel veel mensen bouwen graag met glas. En zoals je weet heb je zand nodig om glas te maken. Ja, en als het zand allemaal op is, ja, is een beetje jammer dan. Dus op die manier kan je dan toch nog aan zand geraken en mooie glazen constructies maken. Nu, genoeg gebabbeld over wat ik allemaal aan het doen was nog. Ik heb ondertussen natuurlijk ook wel gespeeld. Ik heb inderdaad een aantal dingen gedaan. Gaan we eens kijken, zijn we dag? Ja, we zijn dag. Laten we eens een keer kijken wat ik allemaal zo heb gedaan. Ik heb namelijk dit hier zo gebouwd, helemaal rondom. Ja, het ziet er heel saai uit, dat weet ik. Het is nog niet af natuurlijk. En hier zit in de grond nog een dorpeling. In die huisjes zit er ook. Ik heb zo hier en daar heb ik wat dorpelingen gevonden. Of ja, eigenlijk waren het zombie dorpelingen. En dan heb ik die natuurlijk genezen. En hier zitten er ook drie. En ja, het is eigenlijk de bedoeling dat ik die dus ga transporteren naar een andere plaats. Daar gaan we een keer eens kijken. Je ziet al, ik heb trouwens ook een paard getemd. Leek me wel leuk. Ik dacht, die liep in Ginter zo wel eens af en toe voorbij. En ik dacht, oh, weet je, ik heb toch genoeg van die leibanden. Ik zal eens een paardje meenemen. En ik heb de ook eerst getemd, maar ik heb nog geen zadel erop gezet. Ik heb wel ergens een zadel. Maar ja, dat is toch niet van toepassing nu. Ik heb wat schapen bijeengezocht. Want ik heb namelijk heel veel bedden nodig. En waarom heb ik die nodig? Dat zal ik jullie ook laten zien. Je ziet daar in de verte alvast een constructie.
Ja, onze reiziger hier staat er ook. Wat verkoopt die slijmbal? Hersenvormig koraalblok. Ah, oké. Voorlopig niets nodig. Deze constructie. Ja, jullie kennen dit alvast wel. Al ooit al eens gezien. Dit zou normaal gezien de ijzerfarm moeten worden. Waar dat de ijzergolems eigenlijk gaan spawnen. Ik heb hier ook luikjes, maar heel voorzichtig dat we er niet invallen. En ja, een kleine ruimte. Wat is nou de bedoeling? Ik ga natuurlijk iets uitproberen natuurlijk, want het spawnen van die iron golems, dat werkt niet meer zo schitterend. Het is toch allemaal een beetje zoeken hoe dat de nieuwe mechanics van Minecraft werken. Maar ja, we gaan het sowieso in ieder geval proberen. Wat is nou de bedoeling? Dat dus de dorpelingen in deze ruimtes worden gedropt. Allemaal lekker bij elkaar. Denk een stuk of 10. En ik heb er zo 4. Dus ik zou er 40 bij elkaar kunnen zetten eventueel. Misschien doe ik er wat minder. Ja, om de dorpelingen bij te kweken, dat is nou wel veel gemakkelijker geworden natuurlijk sinds deze update. Dus dat lijkt me helemaal geen probleem om ze te maken. Ik heb namelijk daar nog een gebouw. Dat is onze dorpeling broedsysteem. Waar dan twee dorpelingen eigenlijk zitten die aan de lopende band baby's kweken. Ja, we kunnen namelijk lekker fokken met dorpelingen. Zo noemen we dat toch. Net alsof we met honden en katten zouden fokken. Of koeien. Doen we dat met dorpelingen. Zullen eens een kijkje nemen. Ja, trouwens. Voor deze constructie. Nu, ik heb. Nou, niet exact deze constructie, maar ik heb wel een tutorial over het broeden en de Iron Golem Farm. Heb ik dus tutorials, een tutorial video die je kan volgen. Nu, het is niet echt een tutorial waar ik jullie laat zien hoe je het bouwt, maar het is eigenlijk meer uitleg hoe dit allemaal werkt en waarom dat het zo werkt. De link naar die video. Die zie je nu rechts van boven in het beeld komen. Dat is een witte balk. Daar kan je op klikken. En dan ga je automatisch naar de video van de tutorial over dorpeling, broedsysteem of kweken. Ik weet niet meer hoe dat ik het noemde. En de ijzerfarm. We gaan dus nu naar dat andere gebouw eens even snel kijken. Het is hier natuurlijk nog niet af, maar ik ben hier een soort watertransportsysteem aan het maken. En afgedekt natuurlijk. Zo. Zo ziet het er dan uit. Ik heb wel ergens een ladder wel, maar goed, dat is nu niet nodig. Ja, als we hier kijken. Je ziet daar van boven een gat en zo muurblokjes daar. Dus die villagers, die dorpelingen, die staan daar eens op. En als ik het goed voor heb, zouden ze normaal gezien daar niet af kunnen, maar de baby's wel. Ik zeg gewoon normaal gezien. Er kan natuurlijk altijd wel iets misgaan. Als ik het goed heb gemaakt, ik denk het wel. Ik denk het wel dat ik het goed heb gemaakt. Ja, zal wel goed zijn. Dus ik ga via een spoor waarschijnlijk en een soort luchtbruggetje van daaruit, van daar ergens,
via een spoor en een treinkarretje, een mijnkarretje, twee dorpelingen naar daarboven brengen, daarin zetten. En dan, ja, dan zullen we eens kijken. Natuurlijk moet ik eerst nog dit verder afwerken. Deze transportlijn moet nog verder naar daar afgewerkt worden. Want ik moet de dorpeling baby's ook naar daarboven krijgen. Dus dit gaan we eigenlijk eerst doen. Het lijkt me wel beter dat we dat eerst doen. En dan zullen we dit alvast klaarmaken ook daarna. En dan, want ik heb daarboven ook nog wat met aardeblokjes wat gebouwd. Daar komen namelijk de bedden op te staan. En dat is daarvoor dat ik die wol nodig had. Ik ben al een paar keer in mijn schapen gaan scheren. Want we hebben heel veel bedden nodig. En ja, het werkt nou niet meer met deuren zoals vroeger, maar met bedden dus. Dus en daarom moeten we dus bedden hebben. Goed, ik zet de video dan op pauze. En dan kijk ik of ik dit nog verder af kan werken. En dan zie ik jullie zo dadelijk terug. Ah, kom op man. Heeft die klote hond nu gewoon mijn schapen allemaal doodgebeten? Ah. Ja. Ik ga een hokje moeten maken. Ja, niet nu. Kloot hond. Ah, sterf. Tori. Oké. Wat hebben we tot hiertoe gemaakt? Zijn er nog niet natuurlijk. Maar daar wordt hij dus omhoog gegaan. En dan naar daar. En nog een klein stukje overbruggen. En dan... zijn we wel zover. Goed. Dan ga ik even weer de video op pauze zetten. Tot zo. Zo. De spoorweg is af. Zullen we eens snel kijken. Het is nog niet helemaal af. Ik heb nog een activatiespoor nodig hier. Twee, eventueel, voor de dorpelingen uit de mijnkaartjes te gooien. Die gaan we snel nog halen. En dan, ja, dan zullen we eens kijken of dat we twee dorpelingen kunnen verplaatsen. Even snel in mijn bed toe. En dan nog een activatiespoor maken. Eens kijken. Kan ik die maken? Ik heb ijzer nodig. En dan maken we een activatiespoor. Oké, dat zijn er dan 6, dat is genoeg. Oké, eens kijken. Dan gaan we dat nodig hebben. Hebben we misschien... een knopje misschien. Eens kijken. Een knopje. Een knopje. Een knopje zou wel leuk zijn. Goed. En zo weer terug. Zo. We zijn bijna klaar. Ik heb een activatiespoor mee. En dan gaan we die hier nog opzetten. Activatiespoor. En
natuurlijk moeten wij dan ook wel die aanzetten. Zo werkt het wel. Oké, ja. We zijn middag. Ideaal. En dan gaan we dat hele systeem eens testen. En hopelijk heb ik genoeg kracht om naar boven te gaan. Oké. Als deze heren even aan de kant willen gaan, dat zal wel mooi zijn. Kan misschien dan komt hij gewoon terug. Ja. Heeft inderdaad geen kracht genoeg. Volgens mij raakt hij net niet hoog genoeg. Ja. Ik zal een activatiespoor hier even weghalen. Geen activatiespoor, maar een elektrisch spoor. En dan ga ik dat hier zetten. Zo. Zou hem dan genoeg power moeten geven. Maar nou is hij wel naar boven. Ah, oh, toch niet, toch niet. Ja, graag. Oh, hij raakt net niet hoog genoeg. Hij heeft niet geen kracht genoeg. Oké, dan ga ik snel wat bij me hakken. Tam, 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 tam. Zo terug. Oké, ik denk dat hij is vertrokken. Nee! Oké. Dat is niet de bedoeling. Eigenlijk de bedoeling, misschien ik zal voor de zekerheid een hekje hier zetten, zo. Ja, we hebben nog twee dorpelingen, dus geen probleem. Mijn mijnkarretje heb ik wel niet kunnen recupereren. Oh, het ligt daar. Ik ga dat even halen. Hop. Ik zal wat ballast eerst kwijt moeten, anders kan ik dat niet meepakken. Ja, oké. Nu even snel weer slapen. Oké, en dan zou het normaal gezien nu wel moeten lukken.
steekt heel wat werk en energie in, maar eens dat het werkt, oké, nieuwe poging. Mijn karretjes heb ik nodig. En mijn voedsel. Nou heb ik natuurlijk geen knopje meer bij, maar goed, maak ik snel nieuw. En go. Ja, oké, ja, ja. Ik denk dat die goed zit. Dan ga ik even mijn karretje er weghalen. Oké, die zit daar en die kan niet weg. Oké, super. Zo. Ja, en ik zet zo van die hekjes. Want die dorpelingen, of ja, jij zelf ook wel, je kan er eigenlijk doorheen gaan als je in een mijnkarretje zit. En zonder dat je schade krijgt. Ik kan ook een glazen blok gebruiken, maar geen steen of aarde of hout, want dat gaat niet werken. Okay, nu gaan we de volgende wegsturen en dan hebben we er twee. Ja, weg is die. Oké, dan hebben we daar twee. Super. Nu ga ik wel eens kijken. Hier is niets meer. Of dat hier nog ergens bedden staan. Nee, er staan geen bedden. Oké, super. Ja, deze... ja. Laat die maar even lopen. Ik heb trouwens twee bedden nodig voor daar. Nee, vier. Vier bedden. En voedsel. Dat gaan we nu even halen. En dan gaan we starten met het broeden. Even alle spulletjes wat dumpen. Gewoon... even snel hier alles indumpen. Maakt niet uit. Sorteren doen we later wel. Daar hebben we allemaal meer nodig. Dit en dit ga ik wel nog meepakken. Dat ook. Wat hebben we nodig? Voedsel. Nee, dat kunnen ook rauwe patatten zijn, dat is juist. Dat kunnen rauwe patatten zijn. Aardappelen bedoel ik. Ja. Voedsel hadden we nodig. Wat hadden we nog nodig? Ik had nog iets nodig. Wat ben ik vergeten? Komen we nu niet op? Ah ja, bedden. Ja. Uiteraard. Bedden. Waar had ik die wol gelaten? Ik had nog ergens wol. Ik denk hier beneden. Witte wol. En ik ga vier bedden maken. Vier. Ja,
4 binnen. We hebben natuurlijk bedden nodig, want anders gaan ze geen kindjes maken. Dat mogen we natuurlijk niet vergeten. En eigenlijk kunnen we dit ook allemaal terug afbreken. Allemaal niet meer nodig. Kan ik het invallen? Ja, oké. Nu, dan gaan we die bedden ergens zetten. Hè? Waar gaan we die bedden zetten? Hier bovenop. Nee. Ik ga die gewoon... Twee hier. Ja, kijk. Die hebben ze geclaimd. En dan ga ik... Ik ga die andere twee ook hier zetten. Zo, dat is dat. En natuurlijk hoop ik dat hier natuurlijk geen andere dorpeling in de buurt is. Die dat bed eigenlijk in beslag neemt. Dat zou wel eens kunnen. Moet ik daar wel iets aan doen. En nu ga ik die twee knullen hier wat eten geven. Ja. Wat ja, eten. Hebben ze dat nou aangenomen of niet? Ah ja, oké, okay, jawel. Kijk. Het gaat beginnen. Ik ben niet aan het kijken hoor. Doe maar. Niet op mij letten. Bedrijf maar lekker de liefde. Maak maar veel baby's voor mij aan. Ja, dat kan geen kwaad. Doe maar. Ik ben hier helemaal niet. Nu ben ik eens benieuwd, dan willen ze niet zeker. Ik kan nog wat bedden bijmaken. We zullen dat eens proberen. Ik heb zo het gevoel of dat alle bedden bezet zijn. Die wordt geclaimd door iets. Het is hier heel hard aan het regenen.
kan ik hier nog ergens bedden kwijt? Ik kan dan hier nog één, daar nog één. Ik heb de indruk dat ze gewoon in beslag worden genomen. Ja, goed. Ze willen blijkbaar nog niet. Misschien moet ik wat afstand nemen. Geen idee. Kijken we van hier even. Normaal gezien moet het wel werken. Tenzij er ergens hier nog stiekem ergens dorpelingen rondlopen zonder dat ik dat weet. En die dat daar zitten zijn normaal gezien veel te ver weg om die bedden te kunnen in beslag nemen. Ah ja, wel, kijk, het werkt. Ik zag hartjes. Kom aan. Doe maar. Uiteindelijk gaan die het wel doen hoor. Hoop ik. Ja, goed, we gaan er niet blijven op kijken. Dan zal ik de video hier afsluiten. Ga ik even stiekem kijken. Maken ze baby's? Nee. Maar normaal gezien gaat het binnenkort wel moeten werken. Ik zal eventueel eens moeten checken of het hier nog ergens stiekem dorpelingen rondlopen of verborgen zitten. Normaal gezien zijn 4 bedden genoeg. Worden maar 2 in beslag genomen. Maar ik heb de indruk dat die andere bedden ook in beslag worden genomen. Dus dan moet ik toch wel even kijken hoe dat zit. Goed, bij deze ga ik dan afronden. Ik hoop dat jullie de video interessant vonden. En leuk natuurlijk. Tot de volgende keer dan. Hoop ik dat ik jullie terugzie bij de volgende video. En dan hoop ik dat ik ook dit systeem kan laten zien dat dit degelijk werkt. Ik hoop dat toch alleszins. En ja, en dan hopelijk kunnen we dan wat ijzer bij inzamelen. Want dan kan ik met dat ijzer natuurlijk weer nieuwe machines maken en leuke dingen bouwen. En daar kijk ik alvast naar uit. Goed, dan sluit ik hier af. En tot de volgende keer. Dag.